Welke bij mijn Rio. Wij gaan daar publiek neergooien. Je kan een beer winnen als je zegt. Doen we het allemaal. Schap omgooien. Je krijgt pas een bal als je me een leuk memory geeft. Toen ik aantikte na mijn 10 kilometer, dacht ik, als je het hebt gedaan, alle werk is beloond. En dat vond ik geweldig. Ja, dat zijn ik wel af. Ja, dat ze was onbeschrijfelijk. Ze moeten er allemaal af. Nog een memory. Als... De tweede week was mijn zus ook in Rio. Ah. En we zijn daar gewoon dingen mee zien doen naar Copacabana. Toen hebben we daar een foto gemaakt met de medaille en dat hebben we vastgelegd. Top memory. Gaat niet goed. Nog vijf. Het zou leuk zijn, want dan kan je een beertje uitkiezen, ja, toch? Ja, ik wil een beertje. Nou, toen ik het wel helemaal gehoord, kwam alles over je. Ja, toen moest ik huilen van hoe zwaar dat is geweest. En toen dacht ik heb het gedaan. En toen keek ik zo naar die vlag. Toch een weer dit. Eén memory en dan heb je een beer. Bij de beachvolleybal. En toen eerst hadden de Nederlanders die bronzen medaille gewonnen. En toen waren de Brazilianen, die hadden ook gewonnen. Maar dit hele stadion zat vol met de Brazilianen. Elke punt gingen de Brazilianen helemaal uit hun dak. Echt, het was echt een feest. De beachvolleybal was echt een feest. Nou, daar gaat ie. Ja! Nou, welke wil je hebben? Doe maar die aap. Ja, alsjeblieft. Dankjewel.